Hey, welkom bij Man Cave. Leuk dat je er weer bent. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel, dit is Noske Barbecue. En vandaag gaan we pulled chicken uit de Dutch oven maken. Na die video van vorige week over de Dutch oven had ik gewoon weer zin om daar lekker gerechtjes in te maken. En die FT9 die stond hier nog steeds ongebruikt. Dus was al gewoon hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Dus dan gaan we maar gelijk goed aan de slag door lekker pulled chicken uit de Dutch oven te maken. Dus laten we gewoon lekker de hoek in duiken en aan de slag gaan. Nou goed, en wat heb je dan nodig? Nou, je raadt het natuurlijk al, een Dutch oven. Ik heb een kilootje kippendijen. Ik pak daar de FT9 voor, FT4.5. Dat is denk ik wel het minimale wat je wil gaan. Maar ja, alles erboven is natuurlijk prima. Maar een mooie grote Dutch oven. In mijn geval dus de FT9. Kippendijtjes, een dikke kilo. Dan hebben we de Nosco saus heb je nodig. Of in ieder geval barbecue saus. Ik gebruik de Nosco saus. 250 milliliter. Dan hebben we nog de kippenfond. Dus 350 milliliter. Let wel op dat je kippenfond pakt of kippenbouillon zonder inhoud. Je hebt inderdaad ook van die bouillons in de supermarkt staan waar die sliertjes en al die spullen in zitten. Ja goed, als je dat lekker vindt, moet je dat lekker doen, maar gewoon normale kippenfond of gewoon kippenbouillon dat je gewoon trekt van een blokje of zo, dat zou wel kunnen. Maar in ieder geval zo helder mogelijk proberen te krijgen. Dan hebben we nog een halve eetlepel Worcestershire sauce. Dat dus. En blikje tomatenpuree. Dit is 140 gram. En een ui. En laten we natuurlijk het belangrijkste niet vergeten. De chicken rub. Wat we vervolgens gaan doen is de kippendijen gaan we dadelijk uit de verpakking halen. Gaan we lekker rubben. Vervolgens gaan ze even een uurtje in de koelkast. Kunnen we ondertussen uitjes snijden, de barbecue opstarten en dat soort dingen. Daarna gaan ze indirect bij 120 graden op het rooster. Krijgen ze lekker, pakken ze lekker die warmte. En dan gaan ze op de barbecue totdat de rub lekker is aangekoekt. En lekker de korstje erop krijgt. En vervolgens gaan we met de Dutch oven aan de slag op dezelfde barbecue. Dus ik ga even alles erbij pakken. Handschoentjes aan. En dan gaan we hiermee aan de slag. Beginnen we lekker met de kippendijtjes zoals ik al zei. Dan halen we ze uit de verpakking. Ik heb hier even een schaal erbij gepakt. Zo makkelijker rubben dadelijk. Dan zullen we ze er eens in gooien. Eens even uit elkaar trekken, even een beetje naast elkaar leggen. Is dat makkelijker dadelijk rubben. Ja, je ziet, kippendijen zijn, er zit behoorlijk wat vetaandeel in. Ja, dat zorgt er dadelijk inderdaad tijdens het proces in de Dutch oven. Dat ook gewoon lekker een beetje gaat smelten. En dat zorgt natuurlijk weer voor smaak. Kijk. Allemaal een beetje plat. Kijk, en dan kun je tenminste even fatsoenlijk gaan rubben. Nou, de chicken rub zit al in de shaker, dus. En dan van een afstandje van 20-30 centimeter erboven, dan verdeelt de rub verdeelt zich mooi over je vlees. Kijk, gaan we eens even omdraaien. En dan doen we deze kant ook nog. Lekker ruim. Kan deze de koelkast in en dan gaan we vast de barbecue aansteken en de uitjes doen. Houtkool die ik gebruik is Marabou houtkool. Weer even een nieuw laagje erbovenop gegooid. Dus dan kunnen we die mooi aansteken. En zo, laten we dit lekker op temperatuur komen. Dan gaan we vast het uitje snijden en dan staat alles klaar voor onze pulled chicken uit het Dutch oven avontuur. Barbecue begint langzaam richting de 100 graden te klimmen. Dus dan is het tijd om even het roostersysteem erin te leggen. Als die meewerkt, ja. Even kijken, dan vergeten we bijna. Een blokje kersenhout. Doe erbij. Dan gaat dat lekker roken. Want ja,
In eerste instantie gaat de kip gewoon op het rooster, zoals ik al zei. En dan pakt hij gewoon lekker de rook mee. Dus ik pak nu even de kip en dan gaat hij op het rooster. Moet je een beetje uit elkaar leggen, kan die rook mooi overal komen. Kijk, past precies. Nou, 120 graden indirect. Lekker de rook van het kersenhout laten pakken. Je kunt natuurlijk ook perzik, appel, een beetje fruitsoorten. Altijd goed. Gewoon lekker bij kip. Dus nu even lekker de rook laten pakken en dan zie ik jullie straks terug. Nou, dan zijn we een uurtje verder. Ik heb ze net even ondertussen even omgedraaid. Maar kijk, het ziet er gewoon goed al uit. De rup is lekker aangekoekt, lekker aangeplakt. Dus dan gaan we ze eraf halen. En dan zetten we vast de Dutch oven erop. Kan die alvast lekker warm worden. En dan komen we zo terug. Zojuist al even wat boter erin gedaan. Kijk, is mooi gesmolten. Dan beginnen we alvast met de uitjes. Laten we die even als eerst even fruiten en daarna gaat de rest erin. Nou, uitjes beginnen al wat glazig te worden. Dan gaan we de rest eens even toevoegen. Als eerste pakken we de tomaatpuree. Dus gewoon één zo'n blikje of je hebt zo'n van die kleinere, dus dan is het twee van die dingen. Zo. Dan pakken we een halve eetlepel Worcestershire sauce. Kijk. Altijd een lekkere toevoeging. Dan barbecue saus. Dus deze leeg. En nog een beetje van de volgende. Zo. Ja, dan gaan we nog de fond. Oh. Kijk. Dan roeren we dit even door. Mooi opgelost is in elkaar. Kijk, dat begint ergens op te lijken. En dan hebben we nog de kippetjes, die gaan er weer terug in. Kan dat allemaal weer lekker terug in de Dutch oven. En dan lekker verder sudderen totdat het helemaal uit elkaar valt. Dus even nog even een beetje roeren, dat ze mooi onderzetten. Kijk. Nou, deksel erop. En dan kan die lekker gaan stoven. Nou, ik had net bij de 3 kwartier hadden gekeken, was hij nog niet helemaal. Dus ik heb hem nog een kwartiertje langer laten staan. Ja, goed, ik heb net al gespiekt, jongens. Het ziet er echt heel goed uit. Kijk eens. Ik ga even inzoomen voor jullie. Oh, jongens, het ziet er goed uit. Het begint al lekker uit elkaar te vallen. Als je hem gewoon met de spatel er doorheen gaat, zie je het al gewoon. Kun je er bijna poelen. Dus dit ziet er heel goed uit. En we gaan hem eraf halen en maar lekker smullen. Nou, dat wordt. Kijk eens. Oh, dat is lekker. Ja, wat ik net al zei, als je gewoon met de dingen er doorheen gaat.
met een spatel ermee gewoon aan de lamp poelen. Het is lekker zacht. Die smaken zijn goed ingetrokken. We gaan gewoon eens proeven. Even een tangetje erbij, even een broodje. Gewoon even. Kijk eens. En gelijk wel een heerlijke saus erbij. Kijk eens, prachtig. Ik zou zeggen, smakelijk. Oh. Hij is heet, maar zo lekker sappig en mals. Oh. Toppertje. En dan was hij dan, de pulled chicken uit de Dutch oven. Echt zo mega lekker. Mijn chicken rub, daar zit lekker een chipotle in, dus die proef je ook nog goed terug. Lekker een beetje pitje, maar sowieso het geheel, af en toe dat zachte uitje nog ergens tussendoor. De saus is ontzettend lekker. Hij valt perfect uit elkaar, echt geweldig. Hij heeft dus gewoon een uur, anderhalf uur, eerst lekker in de rook gelegen, de kip. Daarna drie kwartier tot een uur in de Dutch oven, allemaal bij 120 graden, lekker laten pruttelen. En dan heb je echt zoiets lekkers. Nou, je zag het net, gewoon met de spatel kun je hem al uit elkaar halen. Ik had niet eens vorken nodig, ik hoefde mijn handen niet te gebruiken. Gewoon met de spatel en ja, je kreeg gewoon al pulled chicken. Echt ontzettend lekker, echt een aanrader om te maken. Nou, vond je deze video leuk? Heb je er wat aan gehad? Like hem dan vooral, daar help je deze video mee in dat hele YouTube-algoritme. En wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet natuurlijk niet om te abonneren. En druk dan ook op dat belletje naast die abonneerknop. Krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw video upload. En ben jij er als eerste bij? En wil je me door de week volgen op Instagram, Facebook, TikTok, @NaskuBarbecue kun je me vinden. En alle recepten en alles rondom Nascu Barbecue kun je terugvinden op www.nascubarbecue.nl. Daar vind je ook een link naar de webshop of je gaat gelijk naar www.nascu.nl. Dat is de webshop, daar vind je mijn kruiden, Dennis' kruiden, handschoentjes, katoenen handschoentjes die ik gebruik. Ja goed, als je die koopt, daar steun je het kanaal mee en dan kan ik deze video's weer blijven maken. Dus wil je dat doen? Ja, hartstikke super en je hebt er ook nog eens wat aan. Voor de rest, Vurige Verhalen, de barbecue podcast, de nummer 1 barbecue podcast van Dennis en mij. www.vurigeverhalen.nl, daar kun je zeg maar alle platformen vinden waar je onze podcast op kan luisteren. Dus ik zou zeggen, neem daar ook eens een kijkje. En voor nu, ja, zou ik alleen maar zeggen, maak deze thuis ook. En tot de volgende!